Want nu kan je Assegoik niet meer verstoppen natuurlijk. Dergelijke transfers is een uitgesproken ambitie. Met andere woorden, Assegoik moet voor de titel gaan en voor de week. Ja, ik denk dit seizoen halve finale in beide competities, beker en play-off. Met de versterkingen kom ik daar ook vooruit. Wij gaan voor hoger en dan kom je uit in de finale en dan speel je voor ofwel de beker van België ofwel voor het kampioenschap van België. Dus daar ben ik absoluut van overtuigd. Nu, dit seizoen hebben wij als promovend dus een goede les gehad. Ik blijf er nog altijd bij dat wij een heel goede mogelijkheid hadden om de finale te spelen. Dat is nu niet gebeurd door omstandigheden. En het feit ook, als je ziet, Antwerpen, heel goede ploeg, beste ploeg van het land, nog altijd voor mij, maar op het einde van de rit geen prijzen. En ik denk dat dat een les is dat wij moeten meenemen, of ik zeker als coach, en dat moet overbrengen aan mijn spelers volgend jaar. De plaatsen tellen, het zal de maand mei zijn, of de maand april als het beker van België is, en de maand mei als het kampioenschap is. En dan pas gaan we kunnen spreken van een geslaagd seizoen. En al de rest is een stukje in functie van een prijs. Maar we gaan meedoen. Ja.